Serious Sam Games zitten steeds weer boordevol actie en het verhaal is dan ook een luttele bijzaak. Je bent ditmaal op zoek in Egypte naar de Time Lock. Dit buitenaardse reliquie zorgt ervoor dat je door de tijd kunt reizen. Op deze wijze hopen Sam en de rest van de wereld een buitenaardse invasie te voorkomen en de mensheid te redden. Serious Sam is weer helemaal terug en dus zul je maar al te vaak honderden vijanden op je scherm zien rondlopen. In deze situaties zul je meestal achteruit lopen, terwijl je iedereen die op je afkomt neerknalt. De vijanden kennen gelukkig genoeg variatie. Zo zijn er de oude bekende kamikaze troepen, mensen zonder hoofd en bommen in plaats van handen die al gillend op je afkomen rennen. Verwacht daarnaast ook maar grote stieren, spinnen die op het plafond kunnen lopen, rakettenwerpers en nog veel meer. Bovendien kun je ook erg pittige eindbazen tegen het lijf lopen. De singleplayer is pittig, maar door de honderden vijanden zul je je soms best eenzaam voelen. Alles in Serious Sam 3 is groots en over de top, zo ook de wapens. Maar waar je in andere shooters maximaal 2 of 3 wapens kunt vasthouden, kun je in deze game wisselen tussen maximaal 15 verschillende wapens. Naast alle wapens heb je ook gewoon 2 vuisten, waarmee je stoere aanvallen kunt uitvoeren. Zo zul je zonder moeite het hart uit iemand zijn lijf kunnen rukken, zijn ogen eruit trekken of de schedel van zijn romp trekken. Het voelt machtig om een gigantisch oog in je handen te houden terwijl je verslagen vijand aan je voeten ligt. Het voelt ook erg stoer aan en je moet ook telkens goed inschatten wanneer je zo'n speciale aanval doet. Vijanden komen namelijk steeds sneller op je afrennen en zo'n speciale aanval neemt wat meer tijd in beslag. Onder de vijanden veel wapens en gebieden met weinig schuilplaatsen. Het lijkt wel alsof Serious Sam 3 een hersenloze shooter is geworden. En in zekere zin is dat ook zo en veel tactiek zul je dus niet nodig hebben. Toch moet je je aandacht erbij houden. Doordat er plotseling honderden vijanden op je af kunnen rennen, ben je in constante vorm van paraatheid. Het aantal vijanden is vaak zo groot dat elke kogel raak moet zijn of je wordt verslonden door een zee van monsters. Serious Sam 3 leunt dus niet zozeer op je tactisch vernuft, maar op je reactievermogen. En wanneer de grotere vechten losbarsten, word je vergezeld door stevige rock die dat macho gevoel in leven houdt. Denk misschien dat je minder reactiesnelheid nodig hebt in een coöperatieve modus. Goed fout, want de game stuurt gewoon meer tegenstanders op je af. Dit maakt Serious Sam 3 een hectische en spannende game die je meermaals aan het lachen zal brengen. Je kunt met maximaal 15 andere spelers een coöperatief potje starten en hier bevindt zich dan ook de ware kracht van deze game. De levels zijn niet bijzonder lang en daarom is het ideaal om elke dag met je vrienden 1 of 2 mappen uit te spelen. Gooi hier nog eens 4 verschillende coöperatieve modi bovenop en je bent een hele tijd zoet. Het is knap om te zien dat de ontwikkelaar Crow Team niet afwijkt van de waarden die Serious Sam al jaren met zich meedraagt. In dat opzicht is Serious Sam 3 een eerbetoon aan de shooters van weleer, waarin je zoveel wapens kon dragen als je wou en je levensbalkje zich niet automatisch vult. De gameplay is volledig over de top en komt volledig tot zijn recht in de coöperatieve modi. Serious Sam 3 is een shooter die trouw blijft aan de gameplay van het verleden en toch zeker nog indruk weet te maken in 2012.